Opmerkelijke ingreep. OK Gulsen heeft tenen laten inkorten. Dat filpers niet vies zijn van een cosmetische ingreep hier en daar, is inmiddels geen geheim meer. OK Gulsen heeft kijkers van Shownieuws toch weten te verrassen met een opmerkelijke ingreep. Ze heeft haar voeten onder handen laten nemen. De voeten van presentatrices Patty Braart, Bianca Broeks en OK Gulsen werden gisteren in beeld gebracht op SBS6. Wat we nog niet wisten, is dat er aan die van OK gesleuteld zijn. Dat klopt. Ik had twee ontzettende knobbels, dus die heb ik laten verwijderen. Ja, ik heb ook mijn tenen laten inkorten. Alles tegelijkertijd. Punt hamertenen. Punt de presentatrice legt uit dat ze hamertenen had die zorgden voor lichamelijke ongemakken. Dat je optrekkende bewegingen hebt van je tenen en dat het dan tegen je schoenrand aanschuurt. Ik vond dat pijnlijk en vervelend, dus ik heb daar iets aan laten doen. Punt smerig verhaal. Punt OK adviseert haar collega's om ook iets aan hun knobbels te laten doen. Dat moet je doen, hoor. Het scheelt heel veel pijn en het ontsteekt ook niet meer. Het is een heel smerig verhaal. Dianta is ondanks OK's pleidooi niet van plan om een afspraak bij de plastisch chirurg te maken. Ik ben er zeker niet blij mee, maar het is wat het is.